hebben natuurlijk best wel een beetje auto-industrie in Nederland. Hè? We hebben Donkervoort, we hebben Top Head, we hebben DAF, we hebben Lightyear, hartstikke nieuw. En we hebben de Venture. Henk, het kloppend hart van de Venture. Ja, hi, wat doen jullie hier? Ja, wij bouwen auto's, hè? Hele bijzondere auto's. Ja. Militaire voertuigen. Dat is een keer wat anders dan gewoon een autootje over de weg rijden. Toch, of niet? Ja, totaal absoluut. Anders, hè? Ja, 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 ja. Maar nou zie ik, op de gevel staat, creates mobility. Is het alleen dan maar voor Defensie, of doen jullie, zijn er meer afnemers? Nee, in de breedste zin des woords. Hè. Ja? Mobiliteit betekent zand, sneeuw, wind, bergen, woestijn. Dus overal waar daar een raakvlak heeft, kunnen wij een auto voor ontwikkelen. Het eisenpakket bij jullie is totaal anders? Ja. Ja. Nou ja, wij maken natuurlijk een militair voertuig. We maken geen PC-hoofdcruiser. Nee. Dus we hebben inderdaad een hele andere beleving ook bij het voertuig. Maar we maken natuurlijk een militair product. Jullie ontwikkelen alles zelf? In feite ontwikkelen we alles zelf. We hebben natuurlijk een aantal producten die we kopen. We kopen een motor, een versnellingsbak en een tussenbak. Ja. En de rest doen we daadwerkelijk alles zelf. Is het eisenpakket van de verschillende defensies in de wereld, is dat zwaar? Ik kan me voorstellen dat het is totaal anders lijkt me dan de automotive waar ik vaak kom. Het is zwaar, maar het is heel duidelijk gestandardiseerd en genormeerd. En dat maakt er natuurlijk voor als je iets moet bedenken of ontwikkelen. De kaders zijn heel duidelijk. Dus het vertalen van een eis of een wens, omdat die gestandardiseerd is dat nou, eenvoudig, maar het is heel duidelijk. Mm-hmm. En dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker in die zin. Ja. Als je helemaal out of the blue iets zou moeten ontwerpen, hè, dan is dat lastiger dan dat je een gedefinieerd speelveld ja. Op naar het kloppend hart in het bedrijf, daar waar de jongensdroom uitkomt. Ah, kijk, dit zijn ze. Ja. Wat een ding, joh. Geweldig. Hey, het formaat, ik zie er allemaal dingen. Er kan van alles op en aan. En dat is natuurlijk de bedoeling. Het formaat, waarom is de auto van dit formaat? Heel simpel. Het is eigenlijk een afmeting waarmee wij ook gewoon op de openbare weg rijden. Alleen hij moet in een helikopter verplaatst kunnen worden. In een helikopter. Ja, 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 die helikopter is een grote bus. Dus het idee is, van ze kunnen dus zo'n voertuig inbrengen op een bepaalde locatie. Rollen eruit, dan zijn er vaak al een aantal militairen die wachten dat het voertuig er is. En die kunnen dan met het systeem gaan opereren. Juist. Ja. Voor de mensen om ons heen is het natuurlijk geweldig stoer dat dit in Nederland gebouwd wordt. Ja. De Nederlandse Special Forces die werken hiermee. Ja. En we zijn de laatste jaren ook enorm succesvol in de buitenlanden. Een grote opdracht gescoord in Duitsland. We gaan binnenkort leveren aan Zwitserland. Dus ook de Europese landen die herkennen nou dat dit toch wel een systeem is wat ja, ertoe doet. Ja. Ondanks dat de Duitse automotive-markt is natuurlijk groot. Maar dit is niet te koop. Dit wordt niet gemaakt. Er worden heel veel voertuigen verbouwd. Maar het dedicated militair voertuigenbouw gebeurt alleen maar in Nederland. Ja, ja. Het is een combinatie van snelheid en flexibiliteit. Of inzetbaarheid, hè, mobiliteit. Dus het is, we hebben vierwielbesturing, we hebben permanent vierwielaandrijving. Dus of je nou in een modderige omstandigheid rijdt of een steenachtige ondergrond, je kunt eigenlijk uit iedere situatie wegmanoeuvreren. Ja, maar dat is belangrijk. Ondanks dat het voertuig bijna tot 4,5 ton beladen kan worden en zoals het hier staat, dik 3 ton weegt. Ja, om dan toch nog die mobiliteit in stand te houden. Ja, dat is wel serieus moeilijk. Dat is serieus moeilijk. Want wegkomen uit de situatie is heel belangrijk bij Defensie. Ja, ja, ja. Uit en thuis is het allerbelangrijkste. Niet van A naar B. Wij zeggen altijd van A naar B naar A. Die mannen die moeten weer terugkomen op de compound waar ze zitten en hun missie gedaan hebben. En dan is het leuk om naar B te rijden. Maar het gaat er uiteindelijk om dat ze de actie gedaan hebben en veilig terugkomen. Ja, ja. En daar is het voertuig op gebouwd. Ja, dat is het vertrekpunt het geweest bij de ontwikkeling. Hele concept. Henk, het is veel meer een laboratorium dan een werkplaats hier. Met engineers, wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Maar waar wordt getest? We hebben dus een eigen groot testterrein in het zuiden van Nederland. Alle omstandigheden hebben we daar nagebootst. Water, modder, stenen, struikgewas.
Als je het leuk vindt, mag je daar vanmiddag gaan rijden. Gaan we doen, gaan we doen. Top. Op deze schoenen? Nee, ik zal even een paar laarzen aantrekken. Ja, 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 ja. Leuk. Ja, nou, ja. Kom op. Bij Werner stijgt ondertussen de spanning. Een enorme zandput hier. 40 jaar oud, heel diep, heel groot, met een gigantisch terrein eromheen. Het Blauwe Meer. Dit is het grootste en meest uitgebreide off-road testterrein in Nederland. Eén uitdaging, ik moet helemaal aan die kant zijn. Kijk, dit is die. Kijk eens. Kijk eens. Heb je ze nodig? Nee. Niet? Nee, hoezo? Je zit droog, hè? Dat ja, en we gaan niet vastzitten. Nee? Onmogelijk, hè? Ja, als jij hier rijdt, misschien wel, maar ik niet. Jij bent Mr. Off-Road. Wat heb je allemaal gedaan? Even heel kort. Dakar, een aantal keer. Je bent geboren in de blubber, hè? Dat is een beetje het verhaal? Ja, het zand van de blubber. Ja. Ja, nog erg. Mijn vader bouwde vroeger, in de 60, 70 jaar, eigen motorfiets. Kijk. Hebben we verkocht, dus vanuit zelfs een fabriek waar we motorfietsen bouwden. Ja. Wedstrijdmotoren. En met die Dakar-ervaring, experience in off-road en het motorrijden, ben je, het klinkt heel gek, maar ben je hiertoe gekomen dus? Ja, omdat ik zat een keer met mensen van de commando's, die werken hier zelfs in de vrije tijd met klimtorens die ik allemaal heb. En toen kwam op een gegeven moment de vraag, we hebben echt veel problemen met de mobiliteit. Ja, wat denk jij daarover? Ik zei, nou, ik denk dat je terug moet naar de oude Willys van vroeger, een hele modern jasje. De jeepje, hè, van de Tweede Wereldoorlog. Jeepje, ja. En dan in een nieuwe vorm, want... Eigenlijk is het wel gaaf, hè, dat die mannen die achter het stuur komen te zitten, die zitten een heel klein beetje in een rallyauto. We moeten ze ook temperen, hoor. Ja? Ja, want ze trainen hier veel, ook op deze locatie. Ja, dat zijn natuurlijk ook mannen en prima. Spelen. Ja, en het voertuig rijdt ook zo makkelijk. Zo makkelijk snel. Mm. En daar is altijd een grens natuurlijk. Laten we dat voorop stellen. Yeah. Maar ja, als je niet valrijdt, langzaam zeg ik altijd. Dus het gaat van een keer fout. Wat gaan we doen hier? We gaan hier een parcours uitzetten. Yeah. Behendigheid en snelheid. Ja. En als je 20% langzamer bent dan ik, doe je het heel goed. 20%. Oké. Hoeveel kilometer heb je hier gereden? Met deze auto? Het is jouw tuin, hè? Het is jouw auto. Dat is niet meer eerlijk, hè? Ik denk dat ik er wel 6.000 op heb zitten hier. Meen je dat? Ja. Ik ga het proberen. De snelheid... En behendigheid. Ja. In Loon op Zand maakt Werner zich ondertussen op voor misschien wel zijn heftigste rit ooit. Maar eerst nog even stevig in de gordels voor een proefronde. Nou. Komt-ie. Let op, die achterwielen die kunnen precies evenveel sturen als de voorwielen. Kijk, dan draai je dus om je as heen. Ongelooflijk. Het is een beetje als een winkelwagentje. Je kunt gewoon alle kanten opdraaien. En dat is natuurlijk... super veilig, want als je in een vijandig gebied zit en je moet 5-6 keer steken omdat je er anders niet uitkomt, dan ben je dus hele lange tijd op dezelfde plek. En als je hele lange tijd op dezelfde plek bent, dan ben je sitting duck voor de vijand. Een schietschijf. En een snelheid. Dat voel je onder dat gaspedaal. Er is altijd kracht en koppel. Dus je hoeft niet te Oh jee. Werner loopt vast, maar we weten wat hij zeggen wil. Ja. Schrik ervan, jongens. Dat is niet normaal. Oké. Klaar voor? Gas erop. Het is voor hem onbekend terrein. En dan rij je vaak omhoog. Je weet nooit wat erachter zit. Echt. Het gaat me daar naar beneden. Dus je hoeft niet te schakelen. Dat wilde ik zeggen. 6 traps, automatische versnellers, maar die altijd zelf nadenkt wat hij aan het doen is. Het enige wat je moet doen, is aan het stuur draaien, in dezelfde richting opgaan. Beetje gas geven, beetje remmen. En verder doet hij perfect wat hij moet doen. En dan kun je dus als militair kijken, verkennen, verdedigen, aanvallen, wat dan ook. Maar je bent in ieder geval niet bezig met dat autorijden. Dat autorijden dat gaat als vanzelf. Zoals, laat ze wat zeggen, in een open Corsa. Ik noem hem wat. Het is gewoon zo gemakkelijk te besturen, te bedienen. Eigenlijk allemaal intuïtief. Want ik ken deze auto natuurlijk niet. En toch kun je er meteen alles mee. En dan krijgen die mannen ook nog eens een dikke training, hè? Voorafgaand aan een
werkzame leven in de vector. Want dat is het uiteindelijk. Ik kan me voorstellen, als je als militair je dagen mag slijten in deze machine, dat je een leuk leven hebt. Alsjeblieft. Kijk, dit gaat serieus omhoog. Hier loop je niet tegenop. Let op, let op, let op, let op. Dus je moet zorgen dat je wel boven komt. En bovenop altijd kan stoppen. En dan eerst kijken en dan naar beneden. Dat is de truc, want dat is ook het gevaar. Want er kan ook van achter alles liggen. Haal het ook gewoon. Niet normaal. Hij is een van de weinige journalisten die het wel kunnen. Maar hij kan echt goed rijden. Ik heb hem vaker meegemaakt natuurlijk. Want dat hij doet, even gewoon wegrijden in dit, dat zijn er niet veel hoor. En? Ja, complimenten hoor. Ja, meen je dat? Ja, dat weet ik echt. Nee, kom, als het niks was, zou ik het ook zeggen. Ja? Nee, ja, ik zie gelijk die hele gevaarlijke en moeilijke dingen doen allemaal. Ja, ik heb het jou ervoor zien doen. Ik denk, nou, dan zal het wel kunnen. Maar vooral, je doet het ook netjes en behendig. En daar gaat het ook om. Je kan een stoel doen en dan op de kop naar beneden vliegen. Ja, dat weet je. Moet je even niet willen. En dat willen die mannen ook niet natuurlijk. Moet ik je zeggen, die auto maakt het je wel makkelijk. Ja. Het is, ik bedoel, ik spring erin, ik draai het stuur, het voelt vertrouwd. Sturen, gas, rem. En kijken, het is, je trekt hem aan als het ware. Nou, je hebt tijd om te kijken. Ja. En dat is precies heel belangrijk wat je nu zegt. Want als je een missie bent of whatever, en je zit van alles om je heen, je bent heel druk en je bent gespannen en je bent nerveus of stress, ja. Ja, dan moet je niet druk zijn met die auto. Juist. Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk item in die auto. Die auto doet het gewoon. Knap gedaan, man. Je mag er trots op zijn. Zijn we ook. Meen ik echt. Vind ik echt gaaf. Nederlands trots. Leuk. Zijn we ook. Thanks, Gerard. Dank je. Dank je. Leuk.